Dag Greg, dag Rudy. Wat vonden jullie van de match van vandaag? Wel, ik vond vandaag dat we wel... in het begin ging het wel redelijk goed. Maar nadien dan begonnen we toch een beetje ons te vergalopperen, zou ik zeggen. Er waren wel heel veel stevige duels, maar we hebben er ook veel verloren. En de tweede helft heeft dat ons natuurlijk wel veel veldoverwicht gekost. En we moeten natuurlijk zien dat we, zeker de eerste helft, dat we beter afwerken. Greg? Ik sluit me volledig aan bij de Rudy eigenlijk. Ik denk dat we de eerste helft de kansen afmaken. Dan is die match gewoon gespeeld, want die jongens waren er ook met 10 man. Dus dan hebben die in de tweede helft totaal geen verhaal meer tegen ons. Als wij onze kansen afmaken. Vooral in de eerste helft. Want we waren de eerste helft, vond ik toch beter. Dus. We gaan het eigenlijk vooral over de geblesseerden hebben bij Brugge. En dat zijn er nogal vrij veel nu. Rudy, vertel eens, wie is er allemaal geblesseerd en wat hebben ze? En wanneer zijn ze terug? Ja, ten eerste de Kevin. Kevin O'Gies. Die heeft een grote spierscheur van 5 tot 6 centimeter. Dus normaal berekenen we dat voor een zestal weken. Hè? Dus dat zal nog wel een viertal weken zijn, denk ik. Dan hebben we Jimmy Potitaai. Die had ook een spierscheurtje. Maar dan wel op een heel ambetante plaats. Namelijk, dat was in een pees. En een pees, dat wil zeggen dat de herstelduur wel iets langer is dan in een gewone spier. Dus normaal gezien zou die donderdag komen proberen bij mij op de loopband. En dan zal die... Bij een positief resultaat mag die ook mee trainen. Dan hebben we Greg hier. Greg die mag dus normaal ook donderdag nog eens proberen. Dat is een eenvoudige verrekking. Hè? Dus een kleine verrekking. Maar natuurlijk is al vorige week iets te snel geprobeerd hebben. Dus we gaan nog een week rusten. En dan donderdag mag die terug proberen. De volgende is de Michael vandaag. Natuurlijk is die geblesseerd. Dat moeten we nog afwachten. Die is nu vertrokken naar de kliniek om een plaatje te laten nemen. En wij hopen dat van zijn scheenbeen, eigenlijk de bovenkant van zijn scheenbeen, juist onder de knieschijf. Er heeft een stevige trap gekregen, er was geen zwelling, dus normaal gezien. Op het eerste zicht, zelfs kon hij steunen, dus op het eerste zicht zal dat niks zijn. Maar we weten maar nooit, hè. Dus voor alle zekerheid gaan we dus een niks laten nemen. Christophe, zijn elleboog. Ja, de Christophe zijn elleboog. Die heeft een trap opgekregen, of opgevallen, hij weet het zelf eigenlijk niet. Maar die was dus enorm gezwollen. Normaal gezien zitten daar slijmbeursjes. Hè? En dat kan dus al eens openspringen en dan heb je dus zo'n enorme zwelling. Wie is er dan nog de volgende gekwetste? Een Dave Dekkers? Ah, de Dave. Ja, maar de Dave is normaal hersteld. Hij zat dus met een probleem in zijn lisstreek. En in feite weet ik er heel weinig van. Ik denk dat hij eigenlijk vooral problemen heeft met zijn werk. Dat hij op zaterdag altijd moet werken en zondag ook geloof ik. Ik weet niet hoe dat zit. En met de trainingen ook. Dan heeft hij dan is hij aan het studeren voor iets. Ja. Dan heb je altijd de les. Rudy, je bent zelf geblesseerd eigenlijk. Bij wie ga jij dan eigenlijk in behandeling? Ja, dat zal ik nog morgen zelf moeten oplossen, denk ik. Want het is deze morgen maar gebeurd. Tijdens het joggen, na een uurtje joggen, voelde ik plots een pijn opkomen in mijn kuit. Een uurtje joggen? Dat zal waarschijnlijk een contractuurtje zijn. Dus dat is niet zo erg. Ik hoop op een herstel van 4 dagen. Dat moet ik terug. Gaat Veronique dan misschien behandelen? Maar Veronique die is voor het moment zit die in Australië. Die is 5 weken in verlof. En die zal dat dus niet kunnen doen. Hè. Maar Rudy, ik vind eigenlijk niet verantwoord voor de zondagmorgen. Even een uur kunnen gaan zwemmen. Nee, dat is een antwoord, sorry. Gewoonlijk dus. Dat is bij ons al de gewoonte. Hè. Wij doen dat al jaren. En normaal een uurtje, het was zelfs deze morgen heel weinig een uurtje, want wij gaan soms joggen voor een tweetal uren. Ja, maar ik heb gehoord dat jij gisteren ook zwaar op de lappen bent geweest. Oh, dat is niet waar. Zwaar op de lappen moet ik gaan denken, dat kan ik. Ik heb niet de hele dag thuis gezeten met kop. Hè. Maar vooral ben je toch iets anders. Ja, oké. Oké, bedankt Rudy en Greg en nog veel succes. Ja, oké, dank u.